Hallo kijkers van Shine Surprise, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations. De volgende aflevering waar ik weer ben vergeten om een timer te zetten. Nu niet meer, ik ben hier met Rusty natuurlijk. Jazeker. En nou meteen een uitdaging schuld? Zag ik dat nou? Ja, dat zag je inderdaad goed. Nice, makkelijk punten verdienen hier. Ja. Dus ja, ik moet nu geesten gaan verslaan. Of niet verslaan, dat vind ik nog beter idee. Nee, want ik wil wel graag door kunnen. Ik moet ze verslaan, omdat dan gaat die deur weer open die ik nodig heb. Oh. Ja, ik moet wel graag verder kunnen door die deur. Harry, jongen, versla die geesten gewoon, joh. Doe niet zo moeilijk. Oh, tuurlijk. Hij pakte de damage niet omdat die geest niet op het plateau stond. Ik snap het wel. Kan ik nu weg? Hoezo kan ik niet weg? Je moest eens kijken wat er gebeurde, joh. Dat was echt niet normaal. Oh, dit spel. Dit spel haat mij zo erg. Is zo erg? Ja. Yeah. Oh, ik mag weg. Gelukkig. Oh, en een uitdagingsschild. Nee, dat ken ik. Oh, ik heb er al 5, joh. Gaat hard. Wow. Jij bent zo'n Harry Potter meester. Ja, is gewoon speedrun tactics, weet je. Echt, hoor. Nou, laten we die flippendel maar eens even witten dan. Je moet 3 verschillende challenges doen hier. Oké, wat is... de challenges, toch? Ja, ik wel hoor, maar... dat allemaal om bij 1 spreukenboek te kunnen komen, vind ik wel een beetje veel van het goede. Oh. Ja, we gaan weer lekker vliegen. Je bent bijna gevuurd. Nou, sterker nog, die vuur had mij gered, want mijn HP-balk ging naar beneden. En... oh jee, dit wordt nog leuk. Oh ja, tuurlijk, dat kan er ook nog bij, joh. Zo, mag het fikje even uit, ja, dan kan ik even doorlopen. Lumos. En Specifico. Al die moeite voor... oh. Oh, oh, camera, dank je. Duwen. Beam. Oké, dat haal ik toch nooit, joh. Nee, dat haal ik niet. Jawel, jij bent een Pokémon meester, een Harry Potter meester. Nee, ik wil zeggen, die sprong haalde ik nooit van mijn langs als leven niet. Waar is dat kistje heen? Het was weer dat ik hem naar beneden had gezet. Oh, daar is die. Kom, Harry. En, nou... oké, dan duw je hem ook goed. En hoezo kan je hem daar niet duwen? Wat is dit? Hup, ouwe. Naar me raden. Oh ja, nu kan je hem duwen, oké. Okay. En duwen, jongen. Ja, dan moet je daar ook nog een Flipendo op schieten. Ik dacht dat hij dan weer juist naar beneden gaat. Nee, dan gaat het hek naar beneden. Ja. Waar komt hij nou weer tevoorschijn? Ah, oh, fijn, ze hebben hem opgesloten. Oh, dat kan er ook nog bij, hoor. Laat dan eens een vlekje vuurkrabben los hier. Tuurlijk. Vuurschildpadden, maar maakt uit. Hoe je het ook wil noemen. Mag ik wel even dit itempje pakken, want ik heb niet zo heel veel health meer.
Hey Milan, joh, loop eens even gewoon dat vuur aan, joh. Dat vuur is zo saai, want je moet gewoon elke keer wachten. Ja, dat is het ook zeker. Ja. Okay, ik weet niet of ik de goede kant op nik. Ja, is die er neer? Nee, die is er niet neer. Is die er nou in? Ja, nou is hij erin. Huh? Oh, oké. Okay. Oh ja, ik zeg het alvast, die geesten moet je doden en dat ze verdwijnen, want anders gaat die deur niet open. Mm-hmm. Want er zijn namelijk drie geesten. Spannend, dat is geestig. Ja, heel geestig, hè? En deurtje open. Oh. Eens even kijken, wat hebben we hier? Oh, nog meer kaarten. Oh, nou is er maar eentje. Zo jammer weg. Een uitdagingsschild. Wie zit er in die kaart? Oh, oké. Okay. En de zee weer. Oké. Okay. Harry, loop gewoon. Ga gewoon die deur door. Flipendo. En flipendo. Maar dan vraag ik me wel af, als je de spreuk eenmaal hebt, hoeveel je dan nog moet doen? Echt, waarschijnlijk heel weinig. Ja, ik hoop het wel, want je moet hier al heel veel voor doen. Tuurlijk, ik kan er ook nog wel bij. Nog meer vuur. Hallo jongens, niet mensen alle tegelijk vuur spuwen, hè? Want ik schiet je gewoon... Hij deed het toch? Hij heeft me gewoon geraakt, joh. Hier, hup, op, omhoog. Oh. Oh, fijn. Ik krijg tenminste wel een pompoentaartje. Ja. Pumpkin pasty. Ja, een pumpkin pasty. Oh jee. Harry, niet met tent vuur lopen, jongen. Lekker warm. Ja, dat wel. Oké, okay, geef mij die Vendo. Ketelkoek. Omhoog jij. Jij ook omhoog. En jij ook omhoog. Specifico. Kom hier, imp. Oh, kut. Wat gebeurde er? En in je hokje. Is er nog eentje? Kom hier. Waar ben je? Daar ben je. Waar is de andere kooi? Camera, maat. Oh, ik word zo moe van die camera. Ja, hekkenbouwer. Oké. Okay. Dat is heet. Maar het is gelukt. Ja, een beetje heet onder de voetjes. Een tolvoenaarskaart. Oh, dit zijn van die parkour levels die ik haat. Nou, ja, ik kan bar. Vuur schieten. Camera, draai even. Oh. Dankjewel. En dan zeg ik nu Defendo. En ik heb een imp gepland. Nice. Oh, fijn. Dat vuur kan mij alsnog gewoon raken terwijl ik hier boven loop. Zeker, zeker. Oké, okay, volgens mij is het stukje met die geest het moeilijkste, want... Ik loop hier nou gewoon door alsof er niks aan de hand is. Nou, beter. Oh, even een stapje terug. Een pompoentaartje. Imp, laat mij met rust. Of ik gooi jou zo meteen nog in het vuur. Wow, 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 wow. Gaaf, een uilenstukje. Het. Zo, op tijd, die is weg. Oeh. Ik heb hem de abyss in gegooid. Als het me zo erg aan het vervelen, ik kon er gewoon niet meer tegen. Nou ja, het positieve is, ik was al meteen op weg naar de laatste ingrediëntjes voor Snape. De vuile bitta.
Gaan we doen? Oké, ik neem het terug. Alhoewel. Wat krijgen we hier? Alweer vuurkrabben. Nu schildpadden trouwens, maar dat maakt niet uit. Nou, volgens mij noemen ze het wel vuurkrabben. Nou. Zo, die is, dat is één. Oh, top. Oeh. En deurtje open. Ja, je moet ze in dat kuil gooien. Nee, ik vermoed al zoiets. Oh. En een uitdagingsschild. Oh, natuurlijk hebben we hier nog twee. Snel rennen, Harry. Oh. Defendo. Zo, wat een mooi paal. En Flipendo. Je hebt de derde challenge ook volbracht. Ja, ik heb deze challenge ook verbracht. Nice. Tenminste, dat denk ik. Want ik ga nu de spreuk pakken. En bam, wij kunnen nu lekker spelen met vuur. We steken gewoon lekker alles in de fik. Lekker man. Oké, wat nu? Hè? Is dit een teken aan de professor of zo? Oh, wacht, je hebt er één. Ik moet deze ook aansteken. Hoor! Oké, maar. Hoe dan? Oh, zo, oké. Oké, okay, waarom krijg ik ineens een dungeon of ik het spel heb uitgespeeld? Ah, dat verklaart het ding. Dat verklaart het zwevende uitdagingsschildje. Pak hem op, dankje. Ren, Harry! Oh, de professor had hier wel mooi eten klaar liggen. Met zijn ketelkoek en zijn Nog een ketelkoek of een pompoentaartje? Pompoentaartje. En door. Oh, heeft hij nog twee kisten? Nou, ik moet wel zeggen, als je het eens gehaald hebt, de professor zorgt wel goed voor je. Hij zorgt ervoor dat je lekker je littekens kan bijvullen. Ik denk er bijna aan van, oké, je wordt geheeld, dat betekent boss fight. Als dat zo is, hè? Dan hebben we wel een probleem. Wat is hier eigenlijk? Oké, ik ben echt te midden gelopen, maar volgens mij heb ik hier spijt van. Oh, ja, dat is de boss fight die ik bedoelde, waar ik heel lang vast heb gezeten toen ik deze game voor het eerst speelde. Oh nee. Bij Harry Potter is het trouwens altijd zo, als je dik geheeld wordt, dan is er een boss fight. Ja, dat dat blijkt. Wacht, ik moet Defendo trouwens hebben. Nee, dat is Flipendo, die moet ik niet hebben. Incendio! Lekker man. Oké,
Oh, dat is niet sterk genoeg, oké. Incendio! Nee, dat is Incendio, Harry. We moeten Defendo hebben, niet Incendio. Dat is Flipendo. En beam. Ik zit vast. Oh. Die kun je helemaal niet... Ja, ik wil zeggen, die moet je maar omhoog schieten. Nou, plant, doe eens even niet zo ingewikkeld. Wacht. Oké, okay, hij heeft zijn rapid fire aangezet. Hij kan ineens veel sneller schieten. Oké, okay, volgens mij moet ik hem nog één keer hitten. Ja, nog één keer. Oké, okay, ik ben bijna dood. Hallo, dat ding raakt mij twee keer achter elkaar zonder dat ik überhaupt opgestaan heb. Burn! Oké, okay, deze bosfight was volgens mij in mijn jeugd veel moeilijker dan dat ik me herinner. Want hij is hartstikke dood. Beter. Kan ik nog teruglopen? Volgens mij heb ik iets gemist. Nee, ik kan niet meer teruglopen. Oké. Okay. Incendio. En Incendio. Ja, het duurt even voordat hij beseft dat je de vuurkrab weggestaan hebt. Ja, maar elke keer blijft die vuurkrab hangen achter de pilaar, waardoor ik gewoon elke keer niet terugkom. Oh, dat is wel echt kloten. Oké, okay, wat zeg ik? Mijn health bar kwam tevoorschijn, maar... Hallo, professor. Zo, ik krijg gewoon een B van deze man. Heel ziek. Ja, dan ga ik alvast onderweg naar Hagrid, want ik denk niet dat ik daar deze aflevering nog aankomen. Ah, het is hem gelukt. Hij had hem. Ik moet die boss fight nog en ik weet dat ik daar echt van ga rage, dus weet je dat alvast? Ah, goed wet, goed. Ja, zie je, wij zijn hier al wel geweest. Oh, ja, inderdaad. Want hier had Milan die kist tevoorschijn gehaald. Die ik nog niet had. Nee. Nee. Piem. Oh, die had ik al. Het is de moeite waard, deze aflevering. Allemaal kaarten die ik al heb. Incendio. Wat is er? Hey Harry, wil jij ruilen? Oké, er komt letterlijk... Een Gaia van Harry, kom snel. Het is Marcel. Nou, kom naar de leerlingenkamer. Die guy loopt vervolgens weg alsof er nooit iets gebeurd is. Nou ja, ik ga eerst eventjes de ingrediënten halen bij Hagrid. Want dan weet ik zeker dat ik die alvast heb. Marcel kan wachten. Een uitdagingsschild. Oké, ik hoop dat ik heel veel pompoentaartjes krijg. Ja, ik krijg de 4. Harry, dat kan wachten. Oh, trouwens. Ketelkoek.
Aangezien ik toch richting Hagrid ga. Ga jij maar lekker vliegen, jongen. Een pompoentaartje. Oh, tijd is om. Stoppen. Bedankt voor het kijken van deze... Hé, niet stoppen! Je moet stoppen als ik stoppen. Was onderweg door die deur. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Oké. Okay. Dat is niet waar. Dat doe je altijd, hè? En stiekem sta ik gewoon voor als we altijd allemaal optellen bij elkaar. Mag dat nou zo? Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.